En je komt dan in IJsland terecht en het is nauwelijks 100 meter zicht. Als ik naar buiten kijk, ik zie de zomervoortjes nauwelijks staan. Ik denk, staat nog geen 100 meter hier vandaan. En nee, is niet goed. Ligt er één om. We zijn hier op IJsland en alles heeft een naam die voor een beetje Nederlander heel slecht uitspreekbaar is. Dus we gaan gewoon naar het ijs. Vandaag rijdt hij gewoon in de habitat waar hij voor ontworpen is. Laatste boutjes, moertjes, schroefjes en kabeltjes afsluiten. En dan gaan we een proefstartje maken. Alle deelnemers hebben vol trots om die Solar Voyager heen gerend. Door dat pak sneeuw waar we doorheen ploegden. En hij heeft geperformd. Hij staat er. Het is klaar om naar de geografische Zuidpool te gaan. En in december staan we daadwerkelijk op Union Glacier klaar om die tocht te gaan maken. Samen met Arthur Crux. Onze missie, die laat zien en hopelijk ook heel erg inspireert, dat wanneer je kiest voor zoiets als Zero Waste, je een waanzinnige contributie kan leveren naar duurzaamheid. En je jezelf ook een enorm mooi cadeau geeft.